Op vrijdag 19 april hield Oudere Biljartvereniging Nooit Gedacht uit Asten een bijzondere activiteit. Voor het eerst werd de Thijs Bekkers wisseltrofee uitgereikt. Dat gebeurde door de weduwe van Thijs, Jo Bekkers, aan toernooiwinnaar Harry Dortmans. Gerard van Deuseldonk, voorzitter van de Oudere Biljartvereniging Nooit Gedacht. Jullie hebben vandaag een bijzondere dag. Ja, we hebben vandaag een dag die we dus nooit meer zullen vergeten. Het is de oprichtingsdag van Thijs, waar we nu over het spelen zijn geweest. Hij heeft dus een beker geschonken betreffende het toernooi altijd blijvende wisseltrofee. Thijs Bekkers, nou, samen met de vrouw van Thijs hebben wij dus geprobeerd een toernooi neer te zetten waarop iedereen geweldig sportief zijn inzet getoond heeft. Wij zijn heel gelukkig daarmee. Het toernooi was er toen Thijs nog leefde? Nee, hij haalde 14 dagen voor hij kwam te overlijden. Toen kwam hij bij mij met het verhaal, hij wilde een blijvende wisseltrofee schenken als hij zou komen te ontvallen. En toen is hij dus op de dag dat hij 25 jaar lid was, hebben wij hem helaas begeleid naar zijn laatste rustplaats. Wat ook inhoudt, we hebben dus nadien met Jo contact gehad en zij zei, onze Thijs zou dat zo fijn gevonden hebben als je dat zou doen. Gerard, zet de deuren open. Zo, die staan voor altijd open wat Thijs betreft. Altijd. Na prijsreiking met Jo erbij. Ja, vandaar dat wij zeggen, als er die niet bij is, dan hebben wij het niet compleet. Nee, het is ouderen, dan hebben we het over ouderen en dan hebben we vooral de oprichter. Is helaas ontvallen, maar de echtgenote ervan die is er nog. We hebben dus in oktober hebben we afscheid genomen van hem met een spiegel met een foto erin gegraveerd betreffende Thijs. Die hebben we dus binnen de familie aangeboden. We hebben een postuum erelid gemaakt en dat zal altijd bij ons een aparte plek blijven. En zeker dit moment wat jaarlijks zal terugkeren. Jo Bekkers, voor u is het een heel bijzondere dag. Ja, beslist wel. Beslist wel. En ik vind het ook heel schoon dat het nou zo gedaan wordt. Dat is wat Thijs wou, hè? Ja, 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 dat is waar. En die wou dat ook zonder vervelendheid en met gewoon voor plezier. En ook iedereen te woord staan, denk ik. En kun je een beetje biljarten? Niet van de beste. Want dan vroeg ik wel eens ooit of dat je gewonnen had. Nee, vandaag niet. Vandaag ging het helemaal niks. Zet je dan ooit. Er ook wel ooit, ja, dat hij heel opgeruimd was en ja, gewoon haar. Ging je veel biljarten? Gewoon de competities, maar anders niet. Maar vroeger is je ook wel ooit bij IJsboutjes kwam biljarten, want er is je ook bij de biljartclub geweest. Ik heb mijn nederhand toen je wat ouder worden is hierbij geworden. Daar heeft hij mee opgericht. 25 jaar geleden is hij opgericht, ja. En ging je zelf ook mee kijken of niet? Nee. Heb je nooit zien biljarten hier, wel? Ja, ik heb wel ooit zien biljarten, toch wel. Als ik hem ging halen of zo en hij was nog niet klaar met biljarten, dan... Want ik lees een tijd, moest ik hem altijd wegbrengen en gaan halen. Omdat je ook niet meer fietsen kon. Ik heb met biljarten, dat koos je wel. Ja. Ik heb de vraag van, joh, wil ik de prijs trekken? Dat hoeft niet lang te denken, hè? Oh ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Dat is gewoon een beker. Ja, 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 dat is waar. Heb je hem zelf uitgezocht? Nee, want toen is dat gewoon op de prijs gebaseerd. En toen denk ik dat het eruit gekomen is. Ja. Ja. Ja, ja. Een schilderij van Thijs? Ja, ja, zo heb ik er thuis ook in hangen. Ja, thuis ook in hangen. Ja, 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 het is waar. Ja, het is toch heel belangrijk geweest. Zijn ze toe kwamen brengen toen Thijs dood was. Ja, want dat was heel DBN. Ja, ja. En dan moet ik eigenlijk jou terugkomen nou, hè? Ja, dat hoor ik dan. Dat doe ik zo lang als ik kan, maar ja, hoeveel jaren zal ik nog meer krijgen? 25 jaar erbij. Ja, dat denk ik. Zou wel wat minder zijn. Ja. Harry Dortmans, winnaar van toernooiwinnaar. Ja. Met een hele mooie beker. Ja, vind ik ook. Hij ziet er heel mooi uit. En trouwens, de herinnering aan Thijs vind ik wel heel apart. Thijs is eigenlijk, toen Thijs hier nog meespeelde, ik geloof dat ik de laatste wedstrijd dat hij hier geweest is, nog tegen hem gespeeld heb. En het was altijd genoegen om met hem te spelen. Dat was een gezellige man om erbij te hebben. Je komt net kijken bij de club, of niet? Ik ben net een keer ongeveer een jaartje bij de club. Een klein jaartje. Dus zien ze liever niet dat iemand een nieuweling in één keer met de beker vandoor gaat? Nou, dan weten ze nog niet precies wat je kunt en hoe snel je het bijleert. Ik heb vroeger, toen ik 12 of 13 jaar was, toen heb ik redelijk veel gespeeld. En nadien nooit meer. Dus 60 jaar na dato ben ik hier weer begonnen. En ja, het is toch snel opgehaald. Ja. Heb je weinig met talenten gedaan? Hè? Niks. Eén keer per jaar. Is het achteraf niet jammer dan dat je bent een goede biljarter eigenlijk? Nee joh, dat is...
het is recreatie, hè? Dus het is de vrije tijd die zo ingevuld wordt. En ik vind het een mooi spel. Ja. Je kunt wel hebben dat jij gewonnen hebt? Ik heb hier en daar wel een scheef oog gezien, ja. Dat, Het is een wisselbeker. Ja, dit is een wisselbeker, dus ik mag er een jaar op passen. Maar van mij mag je een jaar hier in deze ruimte staan. Dan kan iedereen hem zien en het is een herinnering aan Thijs. En ik vind eigenlijk, die is van ons allemaal. En ik vind het al mooi dat ik hem even vast mag houden.